Ik sta hier bij de Opstandingskerk in Tilburg en dit hek gaat zondag niet open. De kerkdienst gaat niet door. Maar dominee Otto Grevink heeft wel een andere oplossing en daar wil ik meer van weten. Goedemiddag. Middag, hoi. Ja, wat moeten we doen? We mogen elkaar geen hand geven. Dit mag. De kerkdienst gaat zondag niet door. Klopt. Wat gaan jullie wel doen? Daar ben ik wel even benieuwd naar. We gaan een online viering doen. Dus we gaan de mensen die hier thuis zijn, die gaan we de mogelijkheid geven om toch een kerkdienst hier in de kerk te kunnen meemaken. Hier gaat het gebeuren zondag. Ja, hier gaat het gebeuren. Helemaal vooraan in de kerk. Ik zag op de website, jullie noemen het een coronaviering. Ja. Waarom viering? Ja, nee, het is natuurlijk een volstrekt foute naam. Maar het geeft wel aan van waarom we het willen doen. Het is vanwege die corona-epidemie en je wilt toch een viering houden. Nou, en dat voeg je samen in een raar woord. Maar wat wel even de aandacht trekt. Dan kunnen we hem wat beter schalen. Ja, dat begint al redelijk goed uit te zien. Nou ja, dit is de vierkante meter waar het eigenlijk allemaal gebeurt. Je moet je voorstellen waar nou de cameraman staat. Daar staat ook een camera. Die staat hierop gericht. Het is echt een kerkdienst die helemaal vooraan in de kerk gebeurt. Met daar aan die kant hebben we een vleugel. Dus daar gaat een zangeres nog zitten. Die krijgt dan ook een camera. Ja, en voor de rest is het vooral heel veel interactiviteit die we proberen te krijgen. Kijk, nu ga ik struiken. Oh, dat valt mee. Ongelooflijk. Nou, dus je gaat proberen contact te maken met de mensen zelf. Die kunnen reageren tijdens de livestream op YouTube. Die kunnen gebedspunten aandragen, staat ook op de site. En we zijn ook een beetje bezig van, nou ja, hoe kun je elkaar laten weten dat je aan elkaar denkt. En dat kun je normaal doen door of voor ze te bidden of bijvoorbeeld een bloemetje te sturen. Maar we willen eigenlijk werken aan een soort tijdlijn of zo waarin mensen met een mooie hashtag, ik denk aan je, kunnen laten weten van nou, tante Hans, ik denk aan je. Kijk, het wordt helemaal opgebouwd, helemaal ingebouwd. Ik zie jou straks ook niet meer als je daar staat. Oké. Okay. Nou ja, hopelijk. Zondagochtend zit ik gewoon hier. Hopelijk zie je en ik zie jou helemaal niet. Okay, ja, precies. Helemaal ingebouwd. We hebben deze week binnen een paar dagen besloten, we gaan niet vieren. Dus ja, het was wel even de koffieochtend. Doen we dat wel, doen we dat niet? Dat zijn meer de praktische dingen nou. En straks gaan we natuurlijk aanlopen tegen van, nou ja, hoe blijven we toch omkijken naar mensen die toch al eenzaam thuis zijn, waarvoor je hier wat activiteiten organiseert, maar nu dus niet meer. Nou, daar gaan allerlei vragen komen. Dus dat verwacht ik eerder volgende week. Dus nou even van, hoe zorgen we er nu voor dat we iets kunnen doen? En van daaruit moeten we uit gaan breiden. Oeh. Oh, mooi. Oh, dat is mooi met de kaars. Ja, ja, ja. En? Welkom op deze coronaviering hier in de protestantse gemeente van Tilburg. Nou, Otto, dit gaat hartstikke goed, hè? We gaan ervoor. Jullie gaan ervoor. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes zondag. Dankjewel. En ik ga het kijken. Fijn, tot zondag dan. Tot zondag. Oké, dag.